Dag wijnvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Tom's Wijngaard. En in deze aflevering geven jullie een update van alle cuvées van wijnmaken waar ik nu mee bezig ben. Herinneren jullie de Pétillant Naturel van Pinot Noir? Die heb ik gebotteld aan 1004,5. Herinneren jullie die video een paar video's geleden? En de melkachtige, fristie-achtige, dat is een soort aardbei-melkdrink in Vlaanderen, wellicht bestaat het in Nederland ook, die is helemaal aan het uitklaren. Zoals je kunt zien, wordt die helemaal helder. En op de bodem zie je de gistcellen liggen. Ik ga deze, die staan hier nu een weekje of twee, die blijven hier nog twee weken staan. De tweede gisting op fles. Je zag zo constant belletjes naar boven gaan, maar die zie je nu niet meer. Dus ik denk dat er nu een bepaald volume druk op zit, rond de 3 bar, veronderstel ik. En omdat, mocht ik nu zo'n fles open doen, omdat daar zoveel troebel in zit onderaan, dan spuit die helemaal leeg, want die CO2-deeltjes zetten zich vast op onregelmatigheden en die beginnen de fles zo helemaal leeg spuiten. Wat er zal gebeuren, is dat ik die flessen in mijn kelder gedurende een aantal maanden platleg. De gistcellen komen dan eigenlijk hier onderaan te liggen en stelselmatig, kijk, zoals de gistcellen ben ik nu weer aan het losmaken. Die drijven nu weer in de wijn. Maar die kan ik dan eigenlijk helemaal in de hals brengen door de flessen surpoint te zetten. En door dan de halzen te bevriezen, kan ik de gistprop eruit krijgen en hebben we helder sap. Maar dat is voor deze winter. Ik ga je nu meelokken naar mijn regent. Die staat te gisten. Sorry, het is het leven zoals het is. Ik heb geen mooie setting, maar een mooie witte achtergrond. Het is het leven zoals het is. Dit is mijn kantoor. En nu gaan we zelfs naar een bergplaats. En dat is mijn wijnmakerij. Ik heb geen fancy grote loods waar al mijn tanks staan. En ja, ik heb een garage, maar daar is het soms te koud. Ik ben nog iets vergeten te tonen, Sarah. Ik heb een giststarter gemaakt om een Johanniter op te starten. In een vorige aflevering hebben jullie gezien dat ik de voorklaring gedaan had van de Chardonnay. Ik heb die overgeheveld en op mijn werkbankje stond er een giststarter. Die heb ik dan s'avonds toegevoegd. Intussen, maandagavond, zijn ook de Johanniterdruiven erbij gekomen. We zijn nu donderdag. Maandagavond zijn de Johanniterdruiven erbij gekomen. We hebben die geperst. Ik heb die in voorklaring gezet op 4 graden. De bourbes zijn naar beneden gezakt. We hebben die daarnet, Sarah en ik, deze morgen overgeheveld naar het gistingsvat. En tegelijkertijd, ik had gisteren al de diepvries uitgezet. Hij stond op 13 graden deze morgen. En ik heb een giststarter gestart. Hier, en je ziet dat die mooi aan het schuimen is. Ja. En die kunnen we dan gaan toevoegen aan de Johanniter. Ik ga die straks meenemen. Ik ga die nu al meenemen. Zo, ik hoop dat ik hem onderweg niet laat vallen. Anders mag ik opnieuw gist gaan halen en een nieuwe giststarter maken. Ik ga die veilig behandelen. Zo, dit is hier een rommelberging. Zo, en dit is de plaats waar mijn regent staat voor te gisten. Ik had maar 70, rond de 70 uxelen, 72 geloof ik. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, als je grote sprongen moet maken in chaptalisatie, dus dat wil zeggen, die 72, 70, 72 uxelen, die hebben maar een alcoholpotentieel van 8,8, 8,9, 9 graden. En je wil 12 graden, dan kun je dat met puur suiker doen, maar het is misschien ook interessant om dat te doen met rozijnen. Want dat zijn eigenlijk gedroogde druiven. Hè. En daar zit eigenlijk meer karakteristiek van wijn in dan puur suiker. De rozijnen die ik gebruikt heb, die hebben, dat staat ook op het pakje, bevat 69 gram suiker per 100 liter. Dus dat zorgt ervoor, als ik een kilo toevoeg, dat ik eigenlijk het equivalent van 690 gram toevoeg aan deze wijn. En laat het nu toevallig de hoeveelheid zijn die nodig was om aan 11,5 graden te komen voor deze regent. Ik zal hem nog eens tonen. Hij staat nog altijd te gisten. En tussen de druivenbessen,
zie je eigenlijk ook rozijnen. Dit zijn gewoon rozijnen uit de winkel. En deze gaan ook de alcoholische vergisting en de alcohol zal deze schil kapot maken en zal de suiker die in die rozijnen zit ook gaan vergisten. En dan krijgen we hopelijk iets wat heel sterk druivensuiker benadert. Ik ga nu nog eens de chapeau onderduwen. Dat hebben jullie in de vorige video al gezien. Tijdens de gisting komen de schilletjes naar boven. Ik denk dat het grootste deel van de gisting al voorbij is. Maar zo. Zo. Dit is ook weer gebeurd. Ik ga mijn giststarter meenemen en we gaan naar de garage waar nog een aantal QV's staan te wachten op ons. Sommige tuinvrienden, welkom in de garage. De schuur, de wijnschuur. Ik zal hier nooit wijn mogen produceren om te verkopen, want de muren zijn niet afwasbaar. En het hangt vol met spinnenwebben, dus ik moet heel goed opletten dat er geen spinnen in de wijn terechtkomen. Dat gebeurt wel niet. Ik ga je een korte update geven. Momenteel zit de diepvries is die niet actief. Ik zie hier wat water naast deze emmer, maar ik zie dat het volume van de emmer nog steeds hetzelfde is. Hier zit 19 liter. Je mag dat hier eens filmen. 19 liter. Johanniter sap, het is 19,5. En hier zit er nog eens 19 liter in. Dus we hebben ongeveer 38,5 liter. Johanniter sap. Dat sap zat in een tank, in deze tank van 100 liter. Op 4 graden gedurende 2 dagen, dus van maandagavond, 3 dagen eigenlijk bijna, die zat er maandag in voor te klaren, dinsdag voor te klaren, woensdag gisteren heb ik het stopcontact uitgetrokken, zodat de Johanniter kon opwarmen. Ik heb dat ook met de Chardonnay gedaan die hierin zit. Ik ga eerst over de Johanniter vertellen. Ik heb hem uitgezet. De wijn was deze morgen 13 graden. Dan heb ik de gistingsemmers al klaargezet met het sap erin. Die moeten nu opwarmen tot een 17-tal graden. Dat is eigenlijk de temperatuur dat het hier nu actueel ongeveer is. Ik ben toen deze morgen ook gestart met een giststarter. Die timing is super belangrijk dat je dat weet. En die giststarter is nu klaar om te gaan toevoegen aan deze Johanniter. En daarna kan het nog een dag, 2 dagen duren eer dat de gisting in de emmers op gang komt. Ik heb al water in de watersloten gedaan. Dus ik ga hem toevoegen. De giststarter. Het sap is piepieheel. Dat kun je wel zien. Het is heel felgeel. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo fel geweten. Precies fluogeel. De giststarter. Kort nog eens toelichten. Ik herhaal veel, zodanig dat je het veel kan onthouden. De gist, de 10 gram gist, heb ik opgelost in 10 milliliter water. Ik heb die laten hydrateren, een kwartiertje gewacht. Dan heb ik het volume verdubbeld naar 200 milliliter door Johanniter sap toe te voegen. Ik heb het een uurtje, anderhalf uurtje laten staan. Ik zag schuimvorming, dus de interactie van het sap met de gist. En dan heb ik het nog eens verdubbeld en nog eens verdubbeld. En nu heb ik, ik heb het maar 2 keer verdubbeld, 400 milliliter giststarter. En ik ga die verdelen over de 2 emmers van 19 liter. In een gistingsvat hebben we zeker een derde tot een vierde aan een derde headspace. Dat wil zeggen ruimte boven het sap, zodanig dat er schuimvorming kan optreden. Ik ga hier, Sarah, je mag dit dus filmen. Mensen vragen, hoe moet ik die giststarter toevoegen? Dat is oppervlakkig gieten. Zeker niet roeren. Dat is niet nodig. Zo, ik ga het natuurlijk gaan verdelen. Zodanig dat ik niet hier het bovenste uit de kan heb. En dan hier het spreekwoordelijke onderste uit de kan. Zo, we gieten het er gewoon voorzichtig over. En de rest, ik meet het niet exact af. Er zijn heel veel histcellen nu in die histstarter.
Zo. Een klein beetje wijn nemen en uitspoelen. Meer is het niet. En nu is het gewoon wachten tot the magic happens, de suiker omgezet wordt. Eerst gaan de cellen zich vermenigvuldigen, zal er schuimvorming zijn. En daarna gaan de gistcellen zich vermenigvuldigen en hun werk beginnen. En dat is suiker omzetten in alcohol. Ik ga ook nog een gistvoeding toevoegen. Dat is de Erbslö VitaFerm Ultra. Dat is een gemengde gistvoeding die ik ook nog in de loop van de dag zal toevoegen. Dat is gewoon oplossen in water. En je mag tot 10 gram per 10 liter gebruiken. Wat ik daarnet zei over de rozijnen, heeft Sarah terecht opgemerkt. Ik had gezegd, die bevat 69 gram per 100 gram, wil dat natuurlijk zeggen. Dus het is 69% suiker, de rozijnen. Kan altijd op het pakje achteraan kijken. Als je veel moet chaptaliseren, dan gebruik je best rozijnen in plaats van suiker. En dan hebben we nog onze good old Chardonnay. Ik ga hier het deksel er even afdoen. Deze is aan de vergisting bezig. Dat ruik je omdat het CO2 uit het luchtslot komt. Dit is een luchtslot. Dit is geen waterslot. Je mag het eens van hier filmen, Sarah. Dat is eigenlijk een kamertje waar een knikker op een rubber ringetje ligt. Dus er kan niet, de tank is afgesloten. Maar je kan niet zien hoe de histing verloopt. Ja, als je even het deksel kunt nemen, dan ga ik het pompje lossen. Dan gaat de band lossen. Dan kunnen jullie zien dat de histing volop op gang is. Er is hier nu een grote wasem CO2. Dat prikt in de neus. Dus je kan nooit, als je je afvraagt, is de histing nog bezig? Dan stap je je hoofd in de tank. En dan ruik je meteen CO2. Dat prikt in de neus. Ga je na een tijd de geur heel goed kennen. Als de histing gedaan is, dan wordt de CO2 die bovenop de wijn ligt geabsorbeerd door de wijn. Dus dan zou je eigenlijk de CO2 niet meer ruiken. Dus als je twijfelt of je histing gedaan is, kan je ook altijd ruiken aan je wijn. Je kan deze histing nog een hele tijd laten duren. Je hoeft niet per se elke dag te zitten wachten en te gaan kijken en te gaan meten of de histing ten einde is. Ik ben ook altijd zeer ongeduldig, maar ik heb intussen geleerd dat wanneer de histing wordt 1 week al zou afgelopen zijn en je hebt het dan pas gezien, dan gaat je wijn niet meteen een probleem geven. Je kan het wel een tijdje uitgegist laten. Later gaan we dan overhevelen, maar dat is dan voor een volgende stap. Als jullie vragen hebben, ik heb een videoreeks gemaakt, witte wijn of rosé maken in 7 delen. Daar ga ik eigenlijk stap voor stap alles uitleggen. Dit jaar is het meer een vlog, is het meer wat is er voor het ogenblik aan de hand. Dan kun je het een beetje kaderen en een beetje toetsen. Maar als je die video's niet bekeken hebt, hoe maak ik rode wijn of rosé in 7 delen op YouTube, dan kun je die best ook nog eens bekijken. En er bestaat ook een video over hoe maak ik rode wijn. Dat is de regent die ik in 2021 gemaakt heb, dan kun je ook heel dat wijnmaakproces volgen, in plaats van de korte stukjes die ik de komende tijd af en toe eens op jullie zal loslaten. Sarah, we gaan het vlottende deksel weer opzetten. Kijk hier. Is goed. Dit. Zo. De wijze van het pompje staat op 0,3. Voor die kleinere vlottende deksels is dat ruim voldoende. Want als je die te veel opspant, je ziet dat het deksel een beetje schuin staat nu, zou het durven omslaan en dat is niet de bedoeling. Zo, en ik heb dan ook nog hier een verborgen schat. Dit is 3 van de 7 liter. Ja, dat is een beetje een reddingsoperatie geweest. Dit is regent. Druiven die er niet meer zo goed uitzagen, heb ik toch nog een rosé van proberen te maken, maar ik heb heel veel suiker moeten toevoegen. Ik wist dat toen nog niet van die rozijnen. Ik heb heel veel suiker moeten toevoegen. Het wijnsteenzuur is al tijdens een klaring neergeslagen. En we zullen zien wat het in de toekomst brengt. Ik ga die nog een beetje met rust laten, een week of 6. En dan, wie weet, proeven we die dan wel eens. En dan heb ik ook nog de muscaris. Ik ga daar toch eens ook van proeven. Ik heb daar... Die is vergist, die is overgeheveld naar het opvoedingsvat. Dus dat is eigenlijk... Je hebt mostbehandeling, je hebt persen, je hebt
voorklaring, je hebt overhevelen, meten en gisting opstarten. En na de gisting heb je de opvoedingsfase. En deze wijn zit daarin. Ik heb niet zoveel, dus ik heb ongeveer een 10,5 liter. Dit is de Muscaris die ik voor een kennis ga gaan vinifiëren. Die is vrij helder al van kleur, vrij doorzichtig. De Muscaris is een zeer aromatische druif. Musca van nootmuskaat, van floraliteit, lychee aroma's. Zit er allemaal in. En is een beetje hoog in alcohol, dus ik heb een plan om hem te gaan blenden met de Johanniter. Deze zat op 97 uksel. De Johanniter zat op 77 uksel. Dus het gemiddelde is 87 uksel. Komen we aan een mooie 12% alcohol voor een frisse, fruitige witte wijn. Zal dat waarschijnlijk ideaal zijn. Ik kan ze nog niet samen blenden, want ik heb zo net de giststart toegevoegd. Ik zit veel later in het proces met de Johanniter dan ik met de Muscaris zit. Maar in ieder geval gaan we ze later nog blenden. Misschien, ik weet nog niet in welke verhoudingen, maar voor nu ga ik eens proeven. Je proeft echt al de wijn. Het is echt al wijn, het is echt al lekker. Fruitig, klein beetje branden in de keel, omdat hij waarschijnlijk wel 13,5% alcohol heeft. Misschien zelfs naar de 14 toe. Maar goed, we laten alles mooi zijn beloop. Ik hou jullie op de hoogte van al mijn cuvées. En ik hoop dat jullie blijven kijken. Tot de volgende keer. Bye.